vader. Ja, dus ik doe iets goeds voor je toch? Ja. Maar daarna zegt die mevrouw van je bent een alcoholist en zo. En dat je me eigenlijk een beetje in de maling hebt genomen. Nee, en ik probeer juist iets goeds voor je te doen, toch? Ja, ik weet het. Dus en ze zei precies ja? Eigenlijk wat je tegen mij zei, zonder dat ik haar heb verteld. Ja? Dus met die pasje en zo. Ja, ik heb haar gezegd, ja. Ja, maar en ik ruik ook nu, zeg maar. Ja, ik heb het gedronken, ja. Maar ik weet het. Het is jammer, maar ik probeer soms goed te zijn voor de mens. Maar daar ben je niet echt eerlijk tegen. Sorry. Oké, maar voor de volgende keer, als ik iemand, niet iedereen is zo, weet je. Niet iedereen is. Want ik heb je nog nooit gezien. Nee. En gelijk de eerste, dan belaas je me een beetje. Sorry hè. Oké, maar voorzichtig met drinken, want het is niet goed. Nee, weet ik. Drinken is niet al te best, weet je. Nee, ik had problemen met mijn ex. En een man moet nooit stressen om een man. Nee, dat heb ik hè. 14 jaar lang. Ik heb misschien makkelijk praten en zo. Ja. Maar een man moet niet zo zijn dat die jou heel je leven kapot kan maken. Ja, maar hij heeft mijn hele leven kapot gemaakt. Weet je? En drank helpt niet. Weet je wat je dan beter kan doen? Sporten. Ik sport ook. Ik ga dus ook sporten. Liggen. Nee. Kom bij Fit for Free. Weet je Fit for Free? Ja, maar je kan niet fit zijn met drank toch? Nee. Maar je hebt gelijk. Serieus. Want sporten is ook een soort van verslaving. Ja. Drank brengt je alleen maar naar beneden. Ja, en ik mag helemaal niet drinken, want mijn zoutgehalte is laag. Kijk, en eigenlijk help ik je dan mee met drank. Ik zal het goed maken met je. Echt serieus. Je moet het goed maken met jezelf. Ja, ga ik zeker doen. Dat is het belangrijkste. En jij toch, ik heb mijn best gedaan om je te helpen en dan hoor ik eigenlijk me een beetje belazen. Dat vind ik alleen jammer. Ja. Weet je, dus in het vervolg, kijk uit met drank. Ja, dank je. Nee, eigenlijk ik meen het hè. Ja. Oké, okay, want zo, wie weet zie ik je nog eens een keertje. Dan kunnen we het... Ja, dan krijg je die 5 euro. Nee, het gaat niet om, dit gaat totaal niet om het geld. Okay. Het gaat om vertrouwen. Ja, klopt. Mensen, in deze tijd, mensen zijn dan niet te vertrouwen. Nee, waarom? En dan doe je iets goeds en dan ben ik eigenlijk belazen. Ja, snap je? Sorry. Red jezelf, ja? Ja. Oké, is goed. Doei.